heb altijd geweten dat Nederland een bijzonder land is. Sinds ik hier ben, zie ik hoe belangrijk mijn missie is. Het geeft mij een zeer speciaal gevoel om de Poolse ambassadeur in Nederland te zijn. Mijn vader was een soldaat in het leger van generaal Maciek. Mijn moeder komt uit Nederland. Ik ben zoon van een Poolse bevrijder. Dus ik ben half Pools en ik ben half Nederlands. Tijdens de gesprekken met de koning, ministers en de Nederlandse burgers valt altijd het woord Breda. Het is een unieke stad met geweldige geschiedenis. Ik ben atletiektrainer geweest. Op dit moment ben ik trainer van een loopgroep. Twee keer per week geef ik mensen in de bossen van Breda looptraining via de atletiekvereniging Sprint. Ik ben een zoon van een Poolse militair die meegevochten heeft in de eerste Poolse panzerdivisie van generaal Maciek. We gaan wel een Maciek Memorial bouwen. Dat wordt in 2019, hopen we, geopend, want dan is Brabant 75 jaar bevrijd. Święcimy wszystkich tych, którzy polegli na cmentarzu, ale ci, co zostali, ich dzieci i Holendrzy, pokazujemy, jak jest piękna Polska. Spotkajmy się w Bredzie i Oosterhout. Tot ziens in Breda in Oosterhout. Thank you.